weer zorgen voor vakantiegangers deze zomer. Ja, het leek allemaal wel redelijk de goede kant op te gaan. Hè? Want de meivakantie werd gezien als een soort generale repetitie op Schiphol in ieder geval. En dat verliep toch best prima. Maar de tekorten in de vliegbranche die gaan toch weer voor problemen zorgen. Want na Transavia denkt nu ook KLM dat ze moeten gaan ingrijpen in de dienstregeling van de zomer. Het schrappen en omboeken van vluchten dus. Omdat er nu een gebrek is aan technisch personeel en aan onderdelen. Uiteindelijk komt het maar op één ding neer, minder vluchten. Het is nog niet duidelijk om hoeveel vluchten het gaat, maar het gaat om vluchten van Cityhopper. En dat is een onderdeel van KLM dat vliegt met name naar Europese hoofdsteden. Ik verwacht dat er bij andere luchtvaartmaatschappijen minder last zal zijn, want vooral KLM en Transavia hebben last van problemen in hun vloot en tekort aan technici. Er zullen een aantal vluchten per dag zijn. En KLM heeft beloofd dat dat niet op de dag of een paar dagen van tevoren zal zijn. Dus die reizigers die zullen de komende tijd daarover worden geïnformeerd. Maar goed, dat is voor iedereen natuurlijk wel onzeker. Ja. Hebben jullie zelf nog een vlucht staan die nu misschien op de tocht staat? Nee, ik had er een, maar die was eigenlijk heel goed verlopen. Dus ik was eigenlijk heel verbaasd om dit weer te horen. Teleurgesteld, maar het zag er eigenlijk wel goed uit, had ik het idee, in de meivakantie. Helaas. Ik heb zelf geen plannen. We blijven dit jaar lekker in Nederland. Maar het is wel zorgelijk voor mensen die te kampen hebben met onzekerheid. Dus ik vind wel dat de luchtvaartmaatschappij op tijd aangeven. Of je vlucht doorgaat of niet. Ja. Het is tijd voor de eindexamen.